Wendy Visser, ik ben teamleider van de hypische opleidingen bij Lentus MBO Maasland. En daardoor ook onderdeel van het Equestrum. De belangrijkste ontwikkeling binnen Equestrum is natuurlijk het ontwikkelen van de campus. Waar eigenlijk onderwijs, innovatie, onderzoek, maar ook de zorg bij elkaar komen. En dat vind ik echt dit jaar de mooiste ontwikkeling die er is. Volgende schooljaar gaan wij verhuizen naar de hypische campus met onze hypische studenten en de studentenparaveterinair paard. Eigenlijk alle theorielessen zullen we daar gaan verzorgen. Voor de studenten verandert er in eerste instantie niet heel veel, behalve dan dat de locatie anders is. Zij zullen 2 dagen in de week ongeveer op de campus zijn om daar theorielessen te volgen. En de andere dagen zijn ze op de praktijk, dus op de praktijkbedrijven. Wat we wel gaan doen is de komende tijd ons onderwijs een beetje een andere draai geven, waarbij we ons gaan richten op onderzoekend leren. Wat natuurlijk heel mooi past bij het innovatiedeel op de campus. En we onze studenten dus gaan laten meedraaien in onderzoek, maar ook op een andere manier laten kijken naar de sector. Nou, ik verwacht dat onze studenten veel beter bij de praktijk gaan aansluiten. Dat zij ook nieuwsgieriger worden, dat zij wat kritischer kunnen kijken ook en dat ze daarmee ook de sector uiteindelijk, als zij daar werkzaam in gaan zijn, op een hoger plan kunnen krijgen. Ja, het gaafste is natuurlijk nu al dat we voor het derde jaar een practoraat hebben gedraaid, waarbij we dit jaar eigenlijk voor het eerst ook echt een heel mooi resultaat hebben in de vorm van een boekje, waar de sector uiteindelijk ook iets aan heeft en onze toekomstige instructeurs kunnen gebruiken als zij straks in de baan staan les te geven. Wat we heel graag willen is dat het bedrijfsleven ook voor het onderzoek, het leren en het leren onderzoeken met praktische vragen komen om onze studenten mee aan de slag te zetten in dat practoraat. Dus vragen waar zij tegenaan lopen, hoe groot of hoe klein ze ook zijn, kunnen wij gebruiken om onderzoeken te gaan inrichten voor de studenten. Bijvoorbeeld, hoe kan ik duurzamer omgaan met mijn mest? Hoe kan ik het welzijn van mijn paarden nog meer verbeteren? Wat is er nodig als ik instructie geef in de baan? Je kan eigenlijk heel breed denken. Het kan gaan over de circulaire manege, maar het kan ook heel erg gaan over bijvoorbeeld bewegingsanalyse. Okay. Nou, ik kijk heel erg uit naar volgend jaar en het onderwijs wat we straks op de campus gaan verzorgen.